Het goed opgekomen publiek kon genieten van verschillende bekende en vrolijke kerstliederen die hen helemaal in de sfeer brachten. Minister Stewart Getrouw was heel trots op vooral de politiekapel die de lead had bij dit kerstconcert. Blijdschap, bovenal trots. Ja, dus dat eigenlijk een van de belangrijkste groepen binnen het korps dit ook te horen kan brengen. Want de sfeer moet er zijn. Ja, die liefde moet er zijn. En liefde wordt gecreëerd door muziek. En u heeft het gezien hoe men gereageerd heeft. Ja, de boodschap moet nog zijn. Om ook de politiemensen mee te nemen in gebed. Want we gaan die vreugdevolle tijd tegemoet. Maar we gaan ook die moeilijke tijd tegemoet. Ja? Een tijd waarin men zegt van ondanks alles moet men zich veilig voelen. Klopt. En daarom heb ik het daarnet aangehaald. Laten we onze politiemannen en vrouwen meenemen in gebed. Ja, die almachtige vragen om kracht en wijsheid. Zodat we een veilige jaarwisseling tegemoet kunnen gaan. En ik ben ervan overtuigd dat het goed komt. Het Korps Politie Suriname en vooral de politiekapel heeft nu al ook de toon gezet voor eigenlijk een zalig kerst, zeggen we. Dat klopt. Ik zei het, die vreugde moet er zijn. Ja, maar desalniettemin blijven we alert. Ja, want onze verantwoordelijkheid is groot. Ja, het moet zo kunnen zijn dus dat we in januari 2019 kunnen zeggen van het was een veilige situatie. De mensen hebben vredig kunnen genieten, ja, van die feestdagen. Minister Getrouw van Justitie en Politie gisteravond op het terrein van de politieacademie waar het KPS het kerstfeest heeft ingeluid met een geslaagd kerstconcert. Wij brengen u een fragment. Een fragment van het gisteravond gehouden kerstconcert van het Korps Politie Suriname.